Vasco. Hoe wissel je tussen de verschillende gebruiksmodi? De elektrische regeling beschikt over 4 verschillende gebruiksmodi. Auto, Comfort, Eco en Force beveiliging. Wisselen tussen deze modi doe je door op de knop Mode te drukken. De automodus gebruik je wanneer je werkt met een weekprogramma. De regeling zal dan automatisch omschakelen tussen Comfort en Eco-modus op basis van de vooraf ingestelde tijden. Opgelet, bij een stroomonderbreking langer dan 16 uur zal je de dag en tijd opnieuw moeten instellen. Het weekprogramma blijft wel permanent in het geheugen van de blower. Heb je een RF-thermostaat gekoppeld met de blower, dan blijven dag- en tijdinstelling wel in het geheugen zitten. Is er geen weekprogramma ingesteld, zal bij de versie met aanwezigheidsdetectie bij de eerste ingebruikname de zelflerende automatische programmeringstandaard geactiveerd zijn en bij versies zonder de aan-afwezigheidsdetectie zal de comfortmodus permanent geactiveerd zijn. In comfortmodus zal de regeling 24 uur per dag werken om de ingestelde temperatuur te bereiken. Standaard staat deze op 19 graden Celsius. Deze kan u wijzigen door middel van te draaien aan de draaiknop op de RF-afstandsbediening of door op de plus en min te drukken op de blower indien u geen RF-afstandsbediening hebt gekoppeld. Het wijzigen kan gebeuren zowel in de auto als in de comfortmodus. Deze temperatuur is te wijzigen tussen minimaal 7 graden Celsius en maximaal 30 graden Celsius. En dit met intervallen van 0,5 graden Celsius. In de eco-modus zal de comforttemperatuur met standaard 3,5 graden Celsius verlaagd worden. Zo kan u de temperatuur voor een bepaalde tijd verlagen, bijvoorbeeld bij het verlaten van de ruimte of 's nachts, zonder dat u de comforttemperatuur dient te wijzigen. Ten slotte de vorstbeveiligingsmodus. De regeling zal ervoor zorgen dat de ruimtetemperatuur nooit onder de 7 graden Celsius zal komen om bijvoorbeeld bevroren waterleidingen te voorkomen. Deze modus kiest u bijvoorbeeld als u langere tijd niet thuis zult zijn.